We zijn vanaf september te zien in de Rij zonder musical Mamma Mia. Mijn collega heeft auditie gedaan voor de musical. Dat hoef je toch niet zo wereldwijd te verspreiden de hele tijd. Hadden ze haar aangenomen, dan hadden ze heel veel kaarten kunnen kopen. Hebben ze niet gedaan, moesten ze maar lekker zelf weten. Wat is dit nou weer voor bitter? Nou, dat niet, maar het had natuurlijk een fantastische stunt geweest. Jij was uitgesproken geschikt voor die musical. En ik vind het een schande dat ze de andere mensen... Wie hebben ze er aangenomen? Nou, fantastische mensen. Ze staan hier drie mensen voor de deur. Die zijn nu aan het weglopen. Ze zijn echt leuk, want ze heten, even kijken, Anouk van Es, die ken je wel. Milène Dajou ken je ook. Allemaal bekende namen. En Lone van Roosendaal, die ken je helemaal, want die heeft de rol al heel vaak gedaan. Natuurlijk. Ze zijn met z'n drieën hier, ze gaan straks optreden, maar ze komen eerst even aan tafel. De nieuwe cast van Mamma Mia. Zo, dames, ga lekker zitten. Ja. Allereerst had het niet fantastisch geweest als Irene Moors met jullie mee had kunnen dansen en zingen. De vierde waren toch leuker, gek genoeg. Die waren gewoon beter. Ze was te goed. Dat was Wel heel geestig, want ik heb Loon, ik heb jou twee keer natuurlijk gezien. En het is echt, auditie doen voor een musical is echt het allerergste wat er is. Dus ik heb grenzeloos veel bewondering voor jullie, want dat moet heel vaak gebeuren. En jullie zitten er omdat jullie het gewoon geworden zijn. En het, wanneer was het voor het laatst eigenlijk Lonen in Nederland? In 2005. Maar het wordt nu een tour, hè? Dit wordt nu een reizende voorstelling. We gaan overal reizen, Ik heb het een jaar gedaan. Nee, maar ja, reizen. Ja. Maar het is toch precies dezelfde voorstelling? Of is er iets veranderd in... Nou ja, wij zijn sowieso natuurlijk allemaal anders. Ja, dat is natuurlijk. Het is een jongere cast. Ja. En ze wilden dat iets trendier, hipper, iets meer Sex in the City gehalte. Nou, there you are. Is het ook iets meer naar de film ook, of niet? Nee, nee, dat niet. Want in de film doen ze dingen die wij op toneel niet kunnen doen. Dus met zo'n boot, met die drie vaders. Ja, het is eindeloos strand. Ja. Nee, dat is helaas. Maar het is wel echt gewoon een hele andere cast. De regisseur werkt ook zo. Die gaat niet alles kopiëren, die werkt vanuit de nieuwe mensen. En daardoor ontstaan er hele nieuwe dingen. En Lone, je hebt hem al gedaan in die tijd. Want je was, als Simone nu was jij er. Ja. En je hebt hem in België gespeeld en ook in Duitsland. Laten we eerst even een stukje uit Duitsland bekijken. Dat is fantastisch, hè? Ja, goed, hè? Heb ik een vraag. Is het na zoveel malen nog immer... Interessante. Het is nog steeds heel leuk om te doen. Jazeker. Maar wat is de uitdaging? Sorry, neem me niet kwalijk. Wat is de uitdaging? Nou, ik heb nog nooit in Nederland als eerste bezetting mogen spelen. En op de poster? Ik sta niet op de poster. Op de poster staat Meisje in de Bruidsjurk. Helaas. Dat wordt ook anders. Nee, het verschil is natuurlijk dat ik toenertijd Simone moest vervangen. En dan ga je niet heel erg het wiel opnieuw uitvinden. En in Duitsland heb ik hem voor het eerst mijn eigen mogen maken. En dat mag ik nu mijn moederstaal doen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Nou, moeten jullie me even helpen, hè? Want ik heb de film gezien en ik heb de musical gezien. Wie speelt nou die dikke? Ik. Jij bent de dikke. Ik ben Roos. Jij bent de Roos. Ja. Maar voor welke rol ging jij nou hierheen? Ja, dat is al... Ik ging eerst voor Roosie. Voor die dikke? Ja. Toen zei die man, die lijkt meer op Tanja. Wie zei dat? Die regisseur. Toen en wie speelt ik terugkomen. Ja, ik heb me daar poliep op mijn stembanden staan zingen. Niet dat het hielp. Maar ik was meteen... Nou goed, anyway. Dus daarna ben ik voor Tanja gegaan. Maar Tanja, jij speelt Tanja. Ja. Maar je speelde in Dirty Dancing. Daar speelde je een hele keurige moeder. En nu moet je zeg maar de slet van de straat gaan doen. Lekker even op de lijn. Ligt veel dichterbij. Ja, maar ligt dat dichterbij, hè? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ik hou wel een beetje van seks. Ja, ik vond het wel heel leuk. Maar volgens mij is Tanja ook wel... ze heeft ook wel iets chiques. Ja. Toch? Ja, nee. En de rest moet ik gewoon lekker bijspelen, ja. Maar je bent nu aan het repeteren voor Mamma Mia, want daarom heb je Dirty Dancing, denk ik, achter je moeten laten. Ja, ik heb ook even rust, want anders ging ik echt gewoon achter elkaar door. En mijn rol in Dirty Dancing is overgenomen door Babette van Veen, dus die heeft dat lekker overgenomen. En die gaat ook heel goed. En dan heb ik heel even een moment voor mezelf en dan gaan we helemaal los.
Wat ik heb er heel veel zin in. Helemaal leuk. En want jij speelt nog als Jans in... nee, ben je gek. Toch wel gedaan? Nee, ja, gedaan. Gespeeld, ja, ja. Enig ja, Tante Jans. Ja. Tante Jans. Siske, ja. En was leuk, hoor. Ja. Ja. Ik was echt een leuke Tante ook Jans. Gespeeld, was echt. Ja, was leuk, hè. Goeie jurk ook, zo'n sport voor. Ik kan er alles in kwijt. Nee, maar Mariska van Kolk is weer terug. Dus dan moet ik weer weg. Is ze weer terug? Oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Ja. Ze is weer terug. Mariska van Kolk is weer terug. Om te verlengen, maar dat ging niet. Nee, hoor, nee. Maar dus dat is auditie voor gedaan voor Tante Jans. Ik las laatst ook iets van jou dat je toch vindt dat mag je ook serieus vinden wat je vindt. Je mag vinden wat je vindt. Ja, dat bekende mensen, presentatoren, de Katja Schuurmannen en de Carlo Boshart, dat heb je het geloof ik gezegd. De Carlo Boshart. Nou, Katja Schuurman ging het ook over. Dat het niet zomaar auditie moet gaan doen voor dat soort rollen. Oh, auditie wel hoor. Auditie wel. Be my guest. Maar. Ja, ik begin nu op glad ijs, hè? Nee, maar je moet zeggen wat je vindt. Nee, ik vind dat mensen moeten gekozen worden omdat ze de beste zijn. En ik snap dat er een beetje PR bij moet, dat snap ik ook nog wel. Mm-hmm. Maar soms vind ik het jammer als dat net te ver uitschiet naar de PR-waarde in plaats van naar de kwaliteit. Ja, maar nu weet dus nooit iemand of hij dus gekozen is omdat hij ook beste was voor die rol. In bijvoorbeeld Les Miserables is voor mij gekozen. Of bijvoorbeeld John Veneer toch beter was. Of dat ik een betere auditie deed. Dus je weet nooit... Nee, ik weet het ook niet. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Nee, maar daar was maar het ook niet bij. Hoe vond je Irene's auditie? Ik vond het heel leuk. Nee, ik vond het echt heel leuk. Had het gekund? Ja, dat vind ik echt lastig. Want ik weet niet hoe iemand show na show na show speelt. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan een hele leuke auditie doen. Dat en volgens mij zoeken ze het ook heel erg bij elkaar. Misschien, ik weet het niet. Ja, misschien heeft het daar ook aan gelegen. Ja, de combinatie. En ik heb met jou alleen de scène gespeeld. Ik heb geen idee hoe jij je zang ik auditeert. Ik zie werkelijk Ik ben net weer bijgekomen. Ik denk dat het zo goed was dat ze dat vinden. Maar dat vinden we nooit. Daarom, dat was echt... Moet ik zeggen, dames, het is een fantastisch trio. Het wordt heel gezellig. Jullie zijn heel leuk bij elkaar. Dat hoort je wel. Dat gaat natuurlijk om vriendschap. Dat vinden wij ook. En jullie moeten vriendinnen gaan worden, want jullie gaan echt vrij lang vanaf september... Ja, rond.